and Moy Roll and doing the post one thing. And Kyrie Rink made by Robin. Er is eigenlijk nog steeds het overwicht al hadden van Polen, maar ja, ze zijn dodelijk efficiënt en dat weten. En daar zijn we een beetje op gepakt. Eerst de goal, denk je die zelf aan of is het gewoon niet? Ja, de speler van hun trapt en hij gaat over Woutsen binnen. En ik verlies de bal een seconde. En ik zie hem pas tussen Woutsen binnen doorkomen en dan ben ik klaar om een stap te zetten. Dan kom ik er gewoon niet meer bij. Wacht, het is een diagonaal schot gezet. Nee, man, ik verlies gewoon het moment. Op het moment dat hij trapt, staat Wout net voor de bal en schiet tussen Wout zijn benen. En dan zie ik de bal pas komen en heb ik geen tijd meer om een stap te doen. Heb je het gevoel dat je eigenlijk minder was dan Polen vandaag? Ja, man, ik bleek net zeggen. Ik vond het wel over heel de wedstrijd wel dof. Dat had eerlijk gezegd, maar toch gewoon gepakt zijn op een efficiëntie. De derde match op vrijdag volgens mij, dat je een heel en drie goals stikt. Nog een beetje frustrerend worden. Oh, ja. Serieus niet verder om goal binnen te krijgen, maar ik denk dat we gewoon nu alles achter ons moeten laten en gewoon verder moeten kijken naar de volgende wedstrijd. Ik vind het heel belangrijk dat in Spanje op de poel dus je hebt een van de te winnen eigenlijk. Ja, natuurlijk, maar dat was deze wedstrijd ook al. Ja. Dus ik denk dat we wel heel goed dat je achter zich kan laten en gewoon de knop moet omdraaien en dan verder kijken naar Spanje. Zijn de coach nog? Ja, nee, gewoon hè, tot het jammer is en tot de teleurstelling mag zijn, maar tot we vanaf nu gewoon naar de tel moeten gaan, de knop omdraaien en verder kijken.